Ha, stoptoppers. Dag 3 alweer. Wat goed van je dat je er nog steeds bent. Dag 3, best een onrustige dag. De hele dag trekmomentjes. Het wordt wel als de meest onrustige dag beschouwd. Weet dat dag 4 alweer een stuk rustiger is. Maar hoe kom je die momentjes nou door? Veel mensen hebben de neiging om heel veel dingen te gaan doen. Te klussen, de huis schilderen, de was doen, de vloer dweilen. Ik weet niet wat jullie allemaal bedacht hebben. Maar dat kan ook best onrustig zijn. Het zou fijn zijn als je ook afleiding hebt gevonden die in een rustmoment zitten. Dus bijvoorbeeld een ademhalingsoefening. Of misschien lekker een bad nemen. Ontspannen een puzzeltje doen. Of een hobby die je hebt uitvoeren. Zorg ervoor dat je ook iets kan doen zittend lekker op de bank. Misschien hebben mensen ook al tips die hier ook op aansluiten. Ik zou zeggen, zet ze hieronder en dan hebben andere mensen er ook iets aan. En weet, dag 3 gaat weer over. Hij is grotendeels al om, dus zet hem op naar dag 4 en dat merk je, dat gaat alweer beter. Succes!